Like deze video binnen 3 seconden als jij weet of een Lucky Block rond of vierkant is. Laat het mij hier beneden. Nee, weet je wat? Laat het maar niet weten in de comments. Hou het geheim en like als je het weet. Mijn naam is Dutch Schuber en ik heet jullie van harte welkom bij een nieuwe nieuwe Lucky Block mod. Vandaag hebben wij namelijk de zeer zeldzame onderwater Lucky Block. Dat is wel een vraag waar ik jullie antwoord op wil hebben. Zou jij liever een onderwater Lucky Block openen? Of zou jij liever een lava Lucky Block openen? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het antwoord hier beneden weten in de comments. En wij gaan kijken wat hierin zit. De allereerste. Oh my god. Wat? Blast Protection 100. Een Breaking 300. En er staat nog in kleine letters onder. Overpowered. Ja, daar heb je gelijk in. Oké, laten we ze aantrekken. Ik denk legit dat als ik nu dit doe en ik ga gewoon helemaal naar boven. Net als je normaal gezien vanuit hier naar beneden zou vallen dat je dood bent. Oh my gosh. 2 hartjes. And that's all. Dit is echt sick. De volgende jongens. Oké, ik weet niet wat daarin zat, maar het lag een beetje zwaar op de maag. Op de Lucky Block onderkant, laat ik maar zeggen. De volgende, let's go. Wat is dit? Wat? The one and only Mr. Fish. Wat staat eronder? Too godly for a mortal to hold. Oftewel, het is eigenlijk te machtig voor iemand als een mens om hem vast te houden. Doe ik hier veel damage mee dan? Dat valt op zich mee, denk ik. Kan ik hem eten? Ik kan hem ook gewoon opeten. Oh, en dan is hij ook gewoon weg. Een super zeldzame vis. En je kunt hem gewoon in één keer opknabbelen gewoon. Wat is dat? Wat? Become the creator. Wat? Ah! Dit is de maker van deze Lucky Block mod. En omdat ik zijn hoofd nu op mijn hoofd heb zitten, ben ik officieel de creator van de game. What's poppin? Oké dan. Hey, dat is eigenlijk best wel dope. Ik wist niet eens dat dat mogelijk was, maar apparently wel. De volgende Lucky Block, let's go. Het is een put. Je moet er een vis in gooien. Natuurlijk moet je er een vis in gooien. Let's go. Oh! Wat? Check dan! Er waren allemaal spartelende visjes op het droog. Oh, dit is eigenlijk best wel provocerend wat ik nu ga doen. Ik ga iets heel ergs doen, jongens. Ik ga gewoon een water Lucky Block tussen de lava openen. Oh, dat was een slim idee. Ik heb de visboog gehad. Oh, ik weet eerlijk gezegd niet wat je ermee kunt. Dit is gewoon dat moment waarop je een cadeautje krijgt. Je weet niet wat het is, maar je vindt het bij voorbaat al cool. Dus je begint gewoon heel erg hyped te reageren. Oké, de volgende. Oh my gosh. De lava in. Oh jongens, ik ga dit never overleven op deze manier. Laat ik maar proberen snel weg te komen van hier. Laat ik maar heel snel proberen weg te komen van hier. Hier, neem iets leuks. Oh my god. Oh, wat? Jongens. Nemo in the building. Het leek er ook gewoon op alsof ze nog leefden. Zagen jullie dat? Uh-oh. Uh-oh. Oké, luister. Als deze guy mij aanraakt, ben ik waarschijnlijk binnen 1 klap de pineut. Hé, wacht. Ik heb potions. Die ik kan gooien. Hier. Vangen. Vangen! Oh my gosh, wat heb ik gedaan? Ik heb een hele kinderboerderij in het water gespat. Oh my gosh, wegwezen. Oké, ik weet legit niet wat voor soort Lucky Block dit is. Naast het feit dat ik natuurlijk wel weet dat het een soort van onderwater Lucky Block moet voorstellen. Ik vind het altijd wel leuk wanneer een Lucky Block mod ook een aantal Lucky Block potions met zich meebrengt. En ik heb er dus net al een aantal gegooid. Hier zitten koekjes in. Wat zijn dat? Yo, ik weet niet wat dat zijn, maar het had in ieder geval geen texture. Dit zijn allemaal verschillende... Wat is er met de ogen aan de hand? Check de ogen van dat gele schaap. Oh, dat is een regenboogschaap. No way. Hij heeft een soort van googly eyes. Ik weet niet of jullie die nog kennen, maar die kon je vroeger bijvoorbeeld kopen om overal op te plakken. En het waren dan van die oogjes waarvan de pupillen alle kanten op gingen. Dat is amazing, jongens. Oh gosh. Oké, de volgende. Let's go. Wat zit hierin? Hier zitten boeken in.
Nou, weet je, laat ik de koekjes toch maar even opknabbelen. Ik zie namelijk dat ik een beetje honger heb en dat dat ook gelijk de reden is waarom ik mezelf niet regenerate. Dus laten we er een aantal eten. Hé, hey, dit is wel echt super episch. Maar toch ben ik benieuwd wat we nog meer uit deze Lucky Blocks kunnen krijgen in plaats van de potions. De potions zijn epic, maar ik vind de Lucky Blocks toch een stukje epischer. Ik heb een armor set. Wat is dat? Een potion cake looks pretty tempting. Er staat bij dat het een giftige taart is, maar dat hij er wel heel erg lekker en aantrekkelijk uitziet. Oh, de grote vraag is dus, als we hem neerzetten, kunnen we er dan vanaf blijven? Nee. Oh, ik heb letterlijk geen potions effect gekregen. Ik dacht wel dat dat zou gebeuren, to be honest. Maar hey, het is niet gebeurd, dat is mooi. De volgende... Luck 100. De luckier... Wacht, als je dus hiermee dingen openmaakt, wordt het dan zeldzamer? Is dat het? Wat zijn dit? Span staat er alleen bij. Maar wat zit erin dan? Ik kan het niet spannen. Of moet ik het gooien? Nee, dat kan ook niet. Ah, wacht, misschien kan het alleen in het water. Nee. Oh, je hebt ook echt vissen in het water zwemmen bij deze mod. Ik had het nog niet eens gezien, joh. Dat is natuurlijk de reden waarom je soms die visjes uit een Lucky Block ziet spartelen. Zeg maar, deze mod brengt ook echt een geanimatiseerde, wat? Een animated fish, laat ik het zo zeggen, met zich mee. En dat is best wel gaaf. Oké, ik maak de Happy Squid. Kijk zijn ogen. Wat? Bro, you look so happy. Nat. Hij ziet er eerder gewoon volslagen gestoord uit. Oh my gosh. Knockback 60. Dat zou betekenen dat ik deze echt heel... heel erg ver zou moeten kunnen slaan. Yo, doe even normaal, ouwe. Oké, de volgende. Wat gaat erin zitten? Ik ben erg benieuwd. Oh nee! Nee! Lava! Ren voor de lava! Anders gaat het... vaag. Ja. Geen wat ik zeg. Oké, next up. Wat hebben we hier? We hebben hier schoenen, hebben we eerder al een keer gehad. We hebben hier een zandblokje. Oh, het is ook gewoon letterlijk een zandblokje. Ik dacht misschien heeft het een bepaalde naam of is het een magisch zandblokje. Maar nee, het is gewoon letterlijk een zandblokje. Er staat in de chat, dit is geen kopie van de Water Lucky Blocks. Ik herhaal, dit is geen kopie van de Water Lucky Blocks. Oké, hey! Serieus? Een zelf-exploderend Ender Dragon Egg. Dat is toch niet aardig, mijn jongen. Wat is dit eigenlijk? Even serieus, want ik ben best wel benieuwd geworden. Wat? Dit is een... Dit is zo weird. Dus als ik deze nu kapot hak... Nou, laat maar zitten. Ik snap het niet. Maar jullie zagen de texture zeg maar niet toen het op de grond lag. Maar toen ik het neerzette was het in één keer goud. Dat was best wel vreemd. Oké, next up. Wat? Een enchanted beacon? Bacon power. Sharpness en... Wat? Sharpness level 200. Bro, are you serious, Ryan? Dat is de allerhoogste sharpness die ik ooit ergens op heb gezien. Dus als ik hier iemand mee sla, dan zou die zeker weten binnen één klap het niet moeten hebben kunnen overleven. Oké, meneer paard, ik hou van je. Je bent heel erg aardig. Oh, hij heet Gizmo. Dat is zo'n lieve naam. Ik wil je aaien. Dat is de reden waarom ik niet op een kinderboerderij geaccepteerd werd. Volgende, let's go. Oeh, een fishing rod. Oh, oké, daar hebben we niet heel erg veel aan. Laat ik heel even dit op de grond gooien zo. Dan doe ik even clear. Dan zijn we alles weer kwijt. En dan kunnen we weer even met een schone lijf verder gaan. Wat? Is het een tempel? Of is het... Oh. Het is gewoon letterlijk een platform gemaakt van stenen. Of niet? Ik denk van wel, maar... Wat is dit? Fire Aspect Enchantment 500. Er staat bij... Get rid of... For... Oh. Er staat bij dat als je hiermee een boom in de brand steekt... Dat het best wel snel doorbrandt. Ik ben benieuwd. Oh, nou, dat valt op zich best wel mee, I guess. Maar, oh jawel, het gaat best snel. Oh jawel, het gaat best snel. Oh my gosh, oké, het gaat best wel snel. Het lijkt alsof het vuur de boom gewoon opeet. Wat in feite... Ik kan me nog herinneren, toen ik heel jong was... Toen snapte ik niet hoe dat werkte. Zeg maar, toen ik echt een jaartje of 4, 5 was en ik stond dan bij een vuurkorf... Dan zag ik dat er een papiertje in de brand werd gestoken en dan bijvoorbeeld in de vuurkorf werd gedaan. En dan zag ik dat één lucifer het dus kon veroorzaken dat alles aan het branden was. En ik dacht bij mezelf, hoe past al dat vuur in één lucifer? En echt waar, pas toen ik een jaartje of 10 werd, snapte ik pas dat dat nou eenmaal vuur is. Like, oh wat erg jongens en meisjes dat ik dat niet wist. Oh, wat is dit? Diamond sword.
Nou, dit ziet er niet uit als een diamond sword hoor, jongens. Ik weet niet over welk diamond sword jullie het hebben, maar... dit ziet er niet uit als... Werkt het als een diamond sword? Dan geloof ik het namelijk... Het werkt als een diamond sword. Werkt het echt als een diamond... Het werkt echt als een diamond sword. Volgende, let's go. Eieren. Er staat... Fortune smells upon the tuber. Everyone gets cake. Oh nee, wegwezen. Oh nee, mijn taart. Nee, mijn taart is opgeblazen. Het was een taartballon. Pardon. Oké, dat is echt inderdaad een hele slechte grap. We gaan door naar de volgende Lucky Block. Spande er nou zojuist 10 freaking Withers uit één Lucky Block? Bro, are you serious right now? Hoe kun je een persoon dat nou weer aandoen? Dat is vreselijk. Oh, nice. Kijk, dit kan ik nu extra goed gebruiken. Fish chestplate. Fish boots. Wat? Oké, geef me iets goeds, jongens. Er gaat vast iets goeds in zitten, of niet? Let's go. Let's go. Ja, wat is het? Het is een beacon. Oké, het zijn meerdere beacons. Dat is aardig. Oké, nice. Tot nu toe zijn de dingen die ik krijg op zich... Het is een mix. Het is een mix van positief en het is een mix van negatief... wat ik momenteel allemaal op me afgeworpen krijg. Nou, wat zit hierin? Ik ben heel erg benieuwd. Het is... Nog meer beacons! Ik hou van bacon, maar de beacon in Minecraft is niet echt de bacon die je als ontbijt kunt eten, gok ik zo. Alleen tot nu toe... Oeh. Oh my gosh. De Fisher Lucky Block. Met sharpness... 200. Zou je die vissen überhaupt kunnen killen? Oh, dat kan. En als je ze killt, dan krijg je er ook gewoon gelijk een vis voor terug. Wat? Bro. Ik weet niet welke paddenstoel jij hebt gegeten uit deze biome. Maar het was niet de juiste. Dat is één ding wat ik kan zeggen. Koe, let jij even op hem. Want ik denk niet dat het goed met hem gaat. Hij is dood. Oké, je hoeft niet meer op hem te letten. Nice. Nee, dit is echt een superleuke mod. Ik kan er niks anders van zeggen. De Fish Lucky Block. De onderwater Lucky Block. Hoe je het ook wilt noemen. En ik heb een kaartje gekregen. Oeh, dat is interessant. Nee! Ik heb een boete van de politie gekregen. Een police ticket. Oh, waarom? Waarom gun je een broeder een boete? Doe even normaal. Oeh, wat is dit? De Shiny Diamond. Sharpness level 4. Weet je, met die diamant wil ik het graag afsluiten. Wil jij deze diamant nou winnen? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer geheel gratis op dit YouTube kanaal hier beneden. En laat een leuke reactie achter. Wat voor soort Lucky Block zou er eigenlijk nog ontwikkeld moeten worden in Minecraft? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties. Voor nu, bedankt voor het kijken. Oké, weet je wat? Ik heb er nog 8 over. Ik ga daar een torentje van maken naar boven. En ik ga kijken of ik het torentje van boven naar beneden kapot kan maken zonder af te gaan. Oké, als de eerste... Dat is de tweede. Alleen kan ik nu niet... Oh, oh. Oh, nee. Oké, okay, mission failed. Officially mission failed. Bedankt voor het kijken. Abonneren is veel gratis. Adios.